Tijdens de ADO Star Balm Experience beleefden 35 prijswinnaars een unieke dag in het Kyocera Stadion. Er bleef geen deur gesloten tijdens een uitgebreide rondleiding. Er werd geluncht met de spelers en tijdens een clinic werd onder meer de vraag beantwoord hoe je op een mooie manier je tegenstander uitspeelt. We hebben vandaag de Starbalm ADO Den Haag Experience georganiseerd. Dat is eigenlijk een dag waar winnaars van onze prijsvraag een volledige beleving krijgen van ADO Den Haag. De dag houdt eigenlijk in een rondleiding, lunch met de spelers en daarna een training met de selectie. When born we are, when born we are. Dat bedoel ik, jongen. Ja, dat weten wij. En dit is Thomas. Ja, volgens mij zitten we hier met een echte ADO-fan aan tafel. Ben je dat? Ja. Hoe heet je? Ryan. En weet je met wie je hier aan tafel zit? Alleen met Mike. Oh. Dan vraag je even wie het is. Wie ben jij? Nina Gaurier. Gaurier, ook een hele bekende speler. En Ryan, wat ga je aan Mike vragen? Weet je het nog niet? Wat eet je op je brood? Ja, dat zou je niet geloven. Vruchttagel. En wat is belangrijk, Mike, als je goed wil sporten, een goed ontbijt of juist een licht ontbijt? Nee, je moet goed ontbijten. Dat is het begin van de dag, dus dat is heel belangrijk. Dat is hartstikke leuk, want als ik hem wel eens op tv zie, dan denk ik wel eens van, nou, ik kan wel wat rustiger worden. En nu is het toch een hele rustige jongen. Hij komt heel anders over op tv, die Tom. Je moet ook niet te rustig overkomen op het veld, maar even over vandaag. Krijg je lastige vragen? Nee, hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke gezellig. Lekker eten en we praten gewoon gezellig over voetbal. Ja, ik zit supergoed. Beste verdediger, toch? Tegenover wie zit je? Beugels, denk ik dan. Met Vita Wormgoor. Gewoon een beetje vragen, een beetje lachen, eten. Genieten. En ga je ook vragen aan Vita hoe het met hem gaat? Want hij is geblesseerd geweest. Ja, hoe gaat het nu met je? Ja, bij mij gaat het hartstikke goed. Ik vroeg je net, we hebben alles al besproken, joh. Je komt weer veel te laat. Voor het eerst vandaag meegetraind met de groep en dat beviel en het ging allemaal goed. Geen reactie erop. En nu donderdag even kijken, een helftje spelen en dan kijken of daar. Of ik daar reactie van krijg. Ja, gaat het lukken, denk je? Ja, ik ga het gewoon proberen. Toch? Ja, nee, kijk, zie je dat? Ja, dat gebeurt, hè? De rechteroffering. Even though the dancing's done, don't worry, cause the night is young. Nou ja, heb je het een beetje leuk gehad, hè? Ja hoor. Ja? Leuk, fun met beugelsdijk. Ja. Fun met beugelsdijk, ja? Die is gek, hè? Ja. Het belangrijkste is dat die bal erin gaat. En ja, ik heb een voorkeur voor een hoek, maar... Welke? Nee, ik schiet niet. Nee, ik heb er geen geheim over. Dus ik probeer wel even in de korte hoek te schieten. Keeperswissel, keeperswissel, dat is niks.